mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag gaan we beginnen met My Team Seizoen 4. We gaan met de Lord Ragunathan racen op Australië. Dus laten we meteen gaan beginnen en kijken of hij in de top 10 komt of hij puntjes krijgt. En anders dan gaan we huilen. Vind je My Team dan leuk? Smash vooral op dat blauw duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En doe het belletje aan zodat je geen enkele video mist. En dan gaan wij meteen beginnen met de video van vandaag. De video waar we alles regelen voor dit seizoen en ons nieuwe teammate signeren. Die staat al online. Dus check die zeker even uit als je dat niet hebt gedaan. En dan ga ik hier even nog één dingetje checken. De teams. Wie is waar? Nou, wij zijn natuurlijk Maxime MXM in MXM Racing. Hebben we Bottas en Hamilton nog steeds bij Mercedes. Norris en Leclerc, Ferrari, Perez, Motegita, Renault, Ricciardo, Albon bij Red Bull, Sainz en Ocon nog steeds bij McLaren. Dan hebben we Stroll en Correa bij Racing Point. Daar is niks veranderd. Giovinazzi, Russell bij Alfa, Kvyat en Gasly bij AlphaTauri, Latifi en De Vries bij Williams en Magnussen en Grosjean bij Haas. Dus Max Verstappen zit niet eens meer... Die is free agent. F voor Max. Hoe kan nou geen enkel team hem hebben gesigneerd? Nou ja zeg. Nou, dan gaan we maar eens naar het race weekend toe. Dus let's go. Kijken wat er allemaal gebeurt. Ik ben benieuwd. Zo, dan hebben wij onze training gedaan, jongens. We hebben 560 punten binnengehaald. We hebben weer 7.4k. Dus we kunnen nog wat durability upgrades doen die nog openstaan. En verder is er niks te doen. En dan zijn we bij de kwalificatie aangekomen, dames en heren. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Heel erg benieuwd waar de Lord zich gaat kwalificeren. Waar wij ons gaan kwalificeren. Dus laten we maar meteen beginnen met het seizoen, toch? Zo, en ons eerste rondje is een P1 en 1.17. Oké. Oeh, Lando en Hamilton, die hebben nog net voor mij gekwalificeerd. Nou, waar is ons teammate? Waar is ons teammate? Waar is ons teammate? Hij zet gewoon Pol neer. Ah, ja hoor. Zie je, iedereen kan rijden met onze auto. Het is ongelooflijk. Zelfs Mahavir pakt gewoon Pol. Het is niet te geloven. Volgende week gaat het wel een stuk langzamer zijn, omdat hij dan niet meer die training heeft. Maar ik ben benieuwd of hij dan ook nog steeds gewoon prima tijden rijdt. Nou... Hij stelt me niet teleur. Tijd voor Q2, dames en heren. We gaan weer lekker op die softband naar buiten. En hopelijk lukt het gewoon op één run. Dat we gewoon lekker niet te veel banden verspillen. Oké, deze run ging een stuk beter dan Q1. Maar de tijd is een stuk minder. Wat? Wauw, wat slecht. Nou, negende, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Dus we gaan snel nog een keer naar buiten op een vers setje. En dan hebben we voor Q3 nog twee verse setjes ook. Oké, we moeten er zo'n 17e vanaf weten te rijden. En dan zitten we oké. Oké, ik rij wel nog een halve seconde vanaf. En dat is hopelijk wel goed genoeg om door te gaan naar Q3. Hoe zit Matsushita ook zo snel? Hoe kan een Renault nou opeens de snelste tijd nemen? Jeetje. Oké, het veld zit ook echt enorm dicht op elkaar. Het is gewoon een halve seconde. Het scheidt gewoon het hele veld. En op P16 hebben we Correa, Kvyat, Gasly, Norris van Ferrari. Wauw, Ocon en Sainz die zijn uitgevallen al. En dan hebben we ook nog een fuelfout van 7 minuten repair time. Dat betekent dat we waarschijnlijk maar één run kunnen gaan doen. En er zit de kwalificatie erop. Dus dat is heel erg vervelend. Ja, dat bedoel ik. We hebben nog maar 3 minuten. 1 run, alles of niet. Mijn eerste run wordt een 1.18.0. Dat is niet snel genoeg, dus ik ga even kijken of er nog ergens tijd te halen is, maar het is lastig. En het is niet beter, het is niet beter. Oh my god, P8. Wat slecht, wat een slechte start van het seizoen, ongelooflijk. De circuit lag ook gewoon totaal niet lekker met deze auto, hoe die nu rijdt. Echt ongelooflijk dit. Hoe zijn er zo'n gaps? Wat de hel? Wat is dit? Oeh, mijn rival moeten we gaan kiezen. En bijna alles is 500. Dus laten we het maar lekker makkelijk maken. En Carlos Sainz als rivaal kiezen. Tijd voor de eerste race van het seizoen, jongens. Laten we even snel een kijkje nemen naar de grid line-up. Want we hebben Bottas en Lewis Hamilton. Ja, Mercedes P1, P2. Dan hebben we Albon en Matsushita. Dus ik snap niet wat er allemaal gebeurt. Ragunathan gewoon P5. Wij staan nou P7. Wat een meme. Echt jongens, holy shit. Dan hebben we Norris op P12. Perez nu al een grid penalty bij de eerste race. Dat heb je netjes gedaan, man. En dan sluiten we de grid bijna af met hier De Vries op P19. Ik ben benieuwd wat hij zou doen in ons team. Maar dit is de grid line-up.
Laten we beginnen met de race. Nou, P7 dus. Onze strategie is als volgt. We gaan 7 rondjes op de soft en dan 8 op de medium rijden. Hopelijk gaat het goed. Hopelijk kunnen we wat mensen inhalen. Ik ben benieuwd. En daar staan we dan, jongens. Achter de Lord. Ongelooflijk, ongekend. We zijn goed weg. We zijn heel goed weg. Ik moest daar even flink uitwijken. Er was een gele vlag, maar volgens mij is iedereen uit de kopgroep verder gekomen. Gunnatan, die gaat gewoon voor het podium. Hij gaat Albon voorbij voor het podium. Oh nee, toch niet. En hier moeten we allemaal liften, omdat hier van alles gaande is. Matushita, Matushita, Matushita. Hij wil aan hem voorbij. Het gebeurt er allemaal. We zitten enorm dicht op Matushita. Het zal nice zijn als we hem hier ergens nog kunnen inhalen. Samen met 250 door de chicane. Doen we gewoon zij aan zij. Het kan allemaal. En nu achter ons teammate aan. The Lord, the Myth, the Legend. We doen het dan gewoon op P4. Wat is hier gaande dan? We zetten de snelste tijd neer. Lekker. We lopen goed in op ons teammate. En die gaan we dadelijk ook inhalen. Oh, hij gaat nu Albon inhalen. Buitenom gewoon, gekke man. Het duurde even, maar het is hem gelukt. Hij rijdt gewoon op het podium, jongens. Hoe vet zou dat zijn, de Lord met een podium. Als wij dat niet van hem af gaan pakken. Ik ga er in ieder geval achteraan. Albon, die vreet we op zo. Dat wordt denk ik geen probleem. Ah, en dan moet ik niet mijn wiel blokkeren. En dan kunnen we daarna naar de Lord. Nieuwe strategy. Ronde 8. Prima. Koppie koppie. Oh, we lopen in op Albon. We lopen in op Albon. We lopen in op Albon. Maar niet snel genoeg. Dan nu even hier weer ERS aan. Kom op. Kom op. 14e. Nee, dit gaat hem ook niet worden. Zit Albon nou... Of Albon. De Mid gaat gewoon voor een P2 hoor. Hij gaat gewoon langs de Mercedes. Oh, bijna. Nee, hij zit er nog achter. P3 nog. Oh, en daar gaat een Mercedes de pit in. En wij kunnen weer achter de groep aan. Hamilton dus ging dus al de pit in. Best wel vroeg. Wij zitten nog steeds achter Albon. Kom op, man. Laat me er even langs. Je houdt me een beetje op. Oh, en nu lopen we in. Nu lopen we in. Hij gaat de binnenkant verdedigen. Kunnen we buitenom? Kunnen we buitenom? Voorzichtig, ruimte houden. Oh, hier ging ietsje te wijd. En oeh, de Lord gaat nu de pitstop maken. En Albon ook. Word ik nou hier genaaid door mijn team? Krijg je gewoon Gunnatan voorrang hier. Daarom moesten wij zeker een rondje 8 gaan pitten. Ja, ja, ik heb het allemaal wel door. Gekke complottheorie hier. We zijn in de pit. Ik ben benieuwd waar we terugkomen. Ik zie wat verkeer achter me. Ik zie dat er een Mercedes vast zit. Dat is waarschijnlijk Bottas voor P1. Dan hebben we Maver en dan hebben we Hamilton op P3. Oké, hij staat dus al gewoon P2. Hij gaat gewoon hier langs. Hij gaat gewoon hier langs me. We zitten misschien wel net op P3. Ja, we hebben gewoon P3, jongens. 2 MXM'tjes op het podium. En ik heb net ietsje versere banden. Oeh, hij komt wel misschien hier net aan de zijkant. Ja, dat is niet best. Ja, dan moet je back off, man. Back off. Ik heb nog 6 rondjes om het gat van 4 seconden dicht te rijden. Ik ga mijn uiterste best doen om dat te doen. En het is nu al 3.9, dus dat is prima. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik kan natuurlijk niet achter de meme eindigen. Maar dat zal ook wel de laatste keer zijn, want hij heeft nu echt een dikke training boost. Volgens mij heeft hij overal +10.
Dus ja, daar ligt het natuurlijk aan. We zetten de snelste tijd neer. We hebben nog steeds de snelste ronde. En de tijd is nu al 3,7 seconden. Oeh, Russell out of the session. Safety car. Oh. Nou, we waren bezig om het gat dicht te rijden. Maar het gat is nu al dichtgereden door de safety car. Dus iedereen zit weer dicht op elkaar. En ik ben benieuwd of wij nog misschien kunnen winnen. Of in ieder geval het P2 kunnen pakken. Want we kunnen dit natuurlijk niet voor ons laten eindigen, hè? Right, some information on Hamilton. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Oeh, Hamilton heeft een probleem. Dat is mooi. Die zit net achter mij. Dus die dreiging is al redelijk weg dan. Dus nu moeten we alleen focussen op de mensen voor ons. En de safety car gaat naar binnen. We hebben geprobeerd om onze banden warm te houden. Het ging niet ideaal, maar... It is what it is. Dus hiermee moeten we het gaan doen. En dan gaan we weer. Oeh, ze zijn wel snel weg. Ze zijn wel snel weg. We hebben een lang stuk. Naar bocht 1. Maar net niet lang genoeg voor een inhaalactie meteen. De achterkant van de auto is een beetje losjes. Ik voelde me een beetje schuiven. Omdat die banden nog niet op de meest optimale temperatuur zijn. Maar we gaan ze volgen. P1 en P2 rechts voor onze neus. Ze rijden weg. Ze rijden weg. Meen je niet. Als er Raguna dan gaat winnen, dan ga ik echt janken. Janken van geluk. Janken van de meme, van de grap. Hoe kan dit, jongens? Slechtste driver op de grid. Kan met onze auto wel alles. Hij zit zelfs te sparen nu en hij gaat gewoon knijters hard vooruit. Oh, wauw. We zitten in de slipstream wel. 2/10. DRS is enabled voor de laatste ronde. Kunnen we dan nog iets doen? Ah, nee. We hadden een klein moment daar. Dit is de laatste ronde ook. We zijn zo dichtbij. We kunnen niet achter hem finishen. Het kan gewoon niet. We hebben het laatste stukje DRS hier. Oh, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op. Het is zo close, het is zo close. Ja. Eindsprint. Ja. Tokyo P2 voor de Lord. Oh my god. Ik kon het echt niet laten gebeuren. Het had daar gewoon echt... Hij gewoon voor me ging eindigen. Jeetje, mineetje jongens. Ik had hem echt vol send mode. Niet geraakt. Wel risky. Maar we deden even een Carlos Sainzje. Full send it. Did I send it or did I didn't end it? P2. En we staan gewoon nog met Mala weer op het podium. Dus laten we dat eens even gaan bekijken. Bottas heeft wel gewonnen. En daar links staan wij en daar rechts hebben we hoor. Jongens, we zijn team meme. Maar we staan wel gewoon met twee auto's op het podium. Ik ben benieuwd of dat de volgende keer ook wel is. Ik had het echt veel erger verwacht. Dus laten we het nog een raceje proberen. Smash vooral even 500 blauwe duimpjes op deze video. Dat zou super nice zijn. En dan zorg ik dat de volgende race zo snel mogelijk online komt. Dit verbaast me heel erg. Dus ik ben echt... Ja, ik ben verrast. Ik ben zeer verrast. En ik denk jullie ook. En dan hebben we hier het resultaat, jongens. Bottas. Daar zijn wij met Raghunathan echt heel dicht op ons. Met Hamilton, Albon, Leclerc, Ocon, Ricciardo en Matsushita en Sainz achter ons. En dan hebben we hier de rest van de grid. Ja, Norris, dat ging niet helemaal lekker. En verder, ja, Russell uitgevallen. En we staan 3 puntjes achter Mercedes als constructeur. Dus dat is ook prima. Dat was de video voor vandaag. Vond je hem nou leuk? Smash op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En doe het belletje aan zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer, jongens. Later!